Bent natuurlijk lang geleden begonnen met het goede doel. Hoe ging dat? Ik werd gevraagd om bij een band te komen spelen. Engelstalige band Toetsen. En dat was een band die prog rock maakte. Nummers van 20 minuten. En ik schreef zelf alleen maar liedjes. En ik kon niet zo goed toetsen spelen. Dus je begrijpt, dat was een hele grote uitdaging voor mij. Het was iets wat ik eigenlijk helemaal niet kon. Maar het leuke was dat die band die herkende mij wel als goede componist. Dus 1 jaar nadat ik erbij kwam, was er nog 1 lang nummer over van iemand anders. En verder had ik alle liedjes geschreven. Kijk, dat ging snel. Dat ging heel snel. En een van de nummers die wij toen deden, dat was een nummer Eenzaamheid. Dus het waren allemaal Engelse nummers, want in die tijd deed iedereen het alleen maar in het Engels. En Eenzaamheid was het eerste Nederlandstalig nummer wat wij deden. Op een gegeven ogenblik, toen transformeerde die band in een totaal Nederlandstalige band. Ja. Met weer andere nummers. De enige constante factor waren Sander van Herk en ik. Dus wij zaten beide in zowel het Engelstalige als het Nederlandstalige gedeelte. En Henk Westbroek kwam er ook later bij. En daaromheen hebben we wisselende mensen altijd gehad. Mm-hmm. Maar we zijn eigenlijk begonnen in onder de naam Het Goede Doel. Ik denk in 97, zo'n beetje. 96, 97. En wanneer kwam België? 82. Dus toen hadden wij al 5 jaar erop zitten. Dus dat waren en daar was je in kroegen aan het spelen en zo? Nee. Wij speelden vanaf het begin wel in zalen. En dat waren niet veel optredens. Maar ik vond wel, als je het doet, moet je het goed doen. Dus wij hadden altijd hogere onkosten dan wat wij binnenhaalden. Dus goede PA, roadies, alles hadden we vanaf het begin. Ja. Dus wij gingen met verlies de eerste jaar door het leven. Ja, en toen kwam dus het succes van België. Ja, en toen was ook de infrastructuur helemaal voor elkaar. Dus we hadden een goede crew. We hadden, ja, en dus kon je cashen, zeg maar. Of zeg ik het verkeerd? Nee, dat mag je best zo stellen. En dan had je ook gewoon avondvullende programma's voor het publiek? Jawel, wij speelden 1,5 tot 2 uur zo'n beetje. En dat hebben we tot dit moment is het eigenlijk zo. Alleen vanwege de ziekte van Henk Westbroek zijn we al 1,5 jaar eigenlijk niet echt on the road. Maar dat zal vast wel weer gebeuren. Oké, okay. We gaan luisteren naar jouw volgende nummer. Hier komt Todd Rundgren met Wailing Wall.